Goedemiddag, mijn naam is Arne en eigen toestel september 2017. Geeft genoeg de f van x is e tot de macht ex, wat een f is van 0. Ja? We gaan eerst de afleiding berekenen van f van steek van x. Ja? Dat betekent dus e behoudt gewoon de waarde e tot de macht 1x. En de afleiding van de functie dus, je krijgt gewoon, je hebt eerst over e tot de macht e tot de macht ex. Maal de afleiding van dit hier, dus maal de afleiding van e tot de macht ex. Ja? Dat nieuwe e-functie, dan krijg je opnieuw dit e tot de macht e ex. Afgeleid van die functie is e tot de macht ex, dat blijft zo, ja, maal de noemer dan, e tot de macht x afleiden. Dat wordt dus e tot de macht e ex, maal e tot de macht ex, en e tot de macht x afleiden wordt gewoon e. Dus deze formule voor afleiden van de functie. Even van 0, ja, wat weten we nu? E tot de 0 is 1, ja, en e maal 0 zal 0 worden. Hier krijg je dus, goed kijkt, ja, e tot de macht e tot de 0, maal e tot de nulde, maal e. E tot de nulde is 1, heb je hier dus e tot de eerste. Dat wordt e tot de eerste. E tot de nulde zal 1 zijn, dat is 1. Ja, en e is 1, hou je over eigenlijk. E maal e, wat e kwadraat is. Antwoord d. Dank voor de aandacht, nog een keer. Bye bye.